NUON wil een biomassa centrale bouwen op het industrieterrein Kleefsewaard. De nieuwe centrale is bedoeld ter vervanging van de 20 jaar oude gasgestookte gasturbinecentrale die het energiebedrijf daar nu heeft staan. NUON zou de nieuwe centrale in 2016 in gebruik willen nemen als het licht voor de biomassa centrale op groen gaat. NUON verwacht dat de centrale jaarlijks 165.000 ton biomassa zal verbruiken. Dat is maximaal 500 ton per dag.